Nou, een hele goede morgen. Dag. Daar komt agressieve Remco aan. Agressief? Nee, man. Ja. Het is zondag trouwens. En vandaag, of tenminste nu, zijn wij onderweg naar Milton. Ik weet niet of je Milton nog kent, maar Milton is de fotograaf. Wij gaan vandaag foto's laten maken. Remco meer zakelijke portretfoto's. Ik meer, ja. Ja, wat voor foto's eigenlijk jij? Een beetje casual foto's. Maar ik wil vandaag voor het eerst gaan experimenteren met lingerie shoots. Dus ik, zo. Dat waren de tuin van de buren waar je tegenaan reed, zowat. Nee hoor. In Reed. Dat zijn buiten gemeentestruikjes zijn dat. Dit zijn niet buiten gemeentestruikjes. Dat zijn gemeentestruikjes. Oh, fijn dat ik mijn telefoon heb opgeladen, zeg. Of hoe heet dat, mijn camera? Waarom kan ik nooit telefoon en camera uit elkaar houden? Net als lamp en klok. Ja, dat is ook heel lamp en klok kan ik ook nooit uit elkaar houden. Dat is ook heel erg moeilijk. Maar nee, we gaan. Wat was ik nou aan het vertellen? Dat jij lingerie shoots gaat doen. Ja. Ik ga experimenteren met lingerie. Ik weet dat mensen daar heel veel meningen over hebben online, maar I don't give a shit. Ik vind dat mooi. Ik vind ook dat, zeker als plus size vrouw, mag je best wel wat meer skin laten zien. Dus ik ga daar eens gewoon mee kijken wat ik ermee kan doen. En daarnaast heb ik ook gewoon een leuke shoot met kleding natuurlijk. Met kleding aan. Moet ik iets recht trekken? Huh? Welke kant? Rechts. Dit. Deploy, ja, juist. Ah. Dus ook lachen en zo, ja. Ja, gewoon zo een beetje leuk doen. Het is een fake, hè? Het is gewoon een beetje fake it till you make it. En ook een beetje naar links kijken, een beetje. Nee, als ik instructie krijg om in de camera te kijken, kijk ik in de camera. Dit ziet er zo oncomfortabel uit. Maar ik zal het goed uit. Ik ga het niet zo lang voor je zitten. Ik ga het En dan ga ik hem even perfectioneren. Hoezo random? Dit is toch een leuke plek om te shooten? Mooie schilderij. En ik zeg mooie schilderij. En de achtergrond is bijna je jas, dus perfect. Dus we gaan nu even eten zoeken, want het is nu bijna 4 uur en we hebben helemaal niks gegeten vandaag nog.
En daarna gaan we de kinderen ophalen. Toen we aankwamen was er bijna geen plek. Terwijl, het is nog steeds niet echt. We hebben dus zo strak moeten parkeren. Even kijken hoe dit open gaat, hè? Ja. Oh, dat is echt, daar krijg je gewoon anxiety van. Oké, Remco Koeman hier is even aan het Jack, gewicht idee, heffen. Jack, doen, hè? Soepel ook, hè? Memf, wat vind je hier nou van? Gewoon 10, gewoon netjes. Het is goed dat Miley het niet ziet. Ze zal wel denken, wat een rare vader heb ik. Oeh. Daar zijn mijn mooie kindjes weer. Nou, ze was net aan het huilen. En nu weer. Hé, Miley, lieverd. Zal ik je even eruit halen? Oh. Memf, kijk je zusje. Nou. Dit soort dingen eten, dat doen we dus ook niet altijd in de nieuwe bak, hè? We konden het uiteraard weer niet laten. Oh. Een weekend geen spare ribs is een weekend niet geleefd. Zo, statement. Ja, maar vanaf volgende week, hebben we net besproken, eten we alles aan tafel. Ja, ja. Dus enjoy, nu het nog kan. Er is niet zoveel bij me, het is genoeg zo. Ja, maar sowieso als de nieuwe bank er is. Ja, maar dat duurt nog even. Jawel. Ja, dat is wel.